Langzamerhand werden die kelders steeds breder en vulde zich de hele oude gracht met werfkelders. Tussen 13 en 1500 was het helemaal klaar. We hebben uitgerekend dat dat iets van 30 jaar gaat duren om al die muren en die kelders hersteld te hebben. En we hebben nu een methode bedacht waar we een meter werkruimte nodig hebben om de hele nieuwe fundering te kunnen bouwen en de nieuwe muur te kunnen monteren. Werkzaamheden die moeten we onder water uitvoeren. Dat is nodig omdat we delen van onze hulpconstructie die we gebruiken om het werk uit te voeren achteraf moeten verwijderen. Dus dan is de waterstand in de oude gracht weer op zijn oude niveau en dan kunnen we er niet meer bij. Dus dat moet echt onder water plaatsvinden. Daar hebben we duikers voor nodig. Die verwijderen dus bijvoorbeeld de bouwkuip onder water, repareren de riolering die onder water is verwijderd voor de bouwwerkzaamheden. Dus een deel van het werk vindt onder water plaats. We zijn hier in Utrecht, Oude Gracht, locatie RAK 2, kaderherstel en momenteel zijn we aan het damwand branden. Een klein stukje van het dwarsscherm moeten we nog wegbranden, zodat het paselement geplaatst kan worden en daarna gaan we van de droogzetkuip gaan we ook een gedeelte wegbranden. De duiker die heeft een helm van 13 kilo met daaraan een luchtslang. En aan die luchtslang zit ook communicatie en filmsignaal. De stroom en zuurstof staat al aan. Je mag je gang gaan. Ja, oké. Dan gaan we beginnen. Afbranden van de damwand gebeurt door middel van thermische lans. Die thermische lans is een soort brandelektrode waar dan magnesiumstaafjes in zitten. En door middel van elektronsteking, een lasapparaat in dit geval, ontbranden die magnesiumstaafjes. De zuurstof gaat er nog doorheen en die blaast het materiaal weg. De elektrode zelf wordt 4000 graden, maar doordat er water vlak naast is, kun je 2 centimeter naast de elektrode je handen al gewoon houden. Oké, ruimte gecreëerd voor het muurelement. Ja, gaan we verder met het langscherm van de droogzetkuip. Ja. Hoogte is bovenkant riool. Die is al gisteren al uitgezet, de hoogtematen. Ja, klopt. Dan brand ik hem verder af. Oké, stroom gaat weer bij. Ja. In principe kunnen we onder water alle werkzaamheden uitvoeren die we ook boven water kunnen. Daar hebben we wel andere apparatuur voor nodig, maar we kunnen onder water snijden, branden, lassen, beton storten, bekisten, noem maar op. Heb jij iets van een koffertje en een hamer? Ja, ligt klaar, krijg je. Ik ben hier gestart in 1978, omdat ik al helemaal gecharmeerd was van de oude gracht en de werven en zo. En het was een stoffig hol. Het had jarenlang leeggestaan. Ik weet nog wat dat mijn moeder hier kwam. Mijn moeder is een Indische dame, ik ben ook Indisch.
En die zei, adofonie, waar begin je aan? Zo met het zakdoekje voor de mond. Nou ja, ik heb soms ook een twijfels gehad hoor, want er moest ontzettend veel gebeuren. Deze stoelen bijvoorbeeld, die komen uit een bioscoop ergens in Groningen. Zelf gesloopt. Nou, ik denk dat ze zeker wel 60 jaar oud zijn. Ik was hier nog maar net een jaar bezig en toen kwamen er al artiesten. Zoals Joep van het Hek, Hans Lieberg, Bert Visser. Want die hadden geen plekje om op te treden. Dus Joep zei al heel gauw, mag ik hier een week staan? Met zijn eerste programma. En wat betreft de bouwwerkzaamheden, natuurlijk als ik hier overdag kom, dan denk ik wel eens, potverdorie, al die grote schuiten en die logge apparaten hier voor de deur. Het maakt het bepaald niet fraaier, maar ik nodig ze wel eens uit voor de koffie en het zijn aardige mensen. Er was een voorbestrekking en toen heb ik al gepleit om die bomen te behouden. Ja, mevrouw, we zullen kijken wat we voor u kunnen doen. Ja, toen waren er op een gegeven moment toch twee bomen omgezaagd. Maar het moet wel, want ze hebben me ook uitgelegd dat die wortels diep de grond ingaan. Die ontwrichten het loopvlak, maar die dringen ook door in die rioleringsbuis en zo. En vandaar dat die bomen weg moesten. Maar dat is wat ik jammer vond, want dat maakt het theoriek. Ik heb ooit een programma over Utrecht gemaakt, met liedjes. Daar bij die grachten, zo dicht langs het water, daaronder die bomen van die oeroude gracht, waar de tijden verstild zijn in vroeger en later, de eeuwen getuigen van al oude pracht, daar voel je de adem uit vroeger. Hier zien we eigenlijk de werven vol in bedrijf. Joost Cornelisson Droogsloot heeft dit denk ik rond 1615, 1616 geschilderd. Want er zitten nog geen wijze platen op de Dom, dan kun je het precies aan dateren. Maar wat je hier ziet is eigenlijk zo'n mooie scène. Huis Keizerrijk staat er nog steeds. Het Wet, dat is er ook nog steeds. Hè? Het schuin oplopend deel vanaf de werf naar de stad, zodat je met karren en sleeën, hier zie je ook heel mooi de sleeën, de stad in kon gaan. Ze gebruikten expres sleeën, want als je een zware lading had, dan kon je wel eens door je assen zakken. En een slee had daar geen last van. Keienbestrating door de hele stad, dus die konden die sleeën prima hebben. En je ziet tegelijkertijd hier de drukte rondom de stadskraan. Dit was de grote kraan waar allerlei schepen losten. Ook de klokken van de Dom van Wouw zijn hier gelost. Een heel belangrijk centrum, vol boten. En je ziet ook eigenlijk al dat het een beetje te vol is. En daarom is iets wat later, in 1663, het plan bedacht om deze haven te verbreden. En is de snippenvlucht, zoals deze prachtige houten huizen daar heten, die zijn gesloopt. En daarnaast is het allemaal wat groter en breder. Maar dat had natuurlijk alles te maken met die havenfunctie die super belangrijk was. Dus dat moest je al die mensen uitkopen. Maar ja, dat had je er toch als stad voor over om je haven goed te kunnen laten gebruiken. Ja, en Droogsloot heeft dit hier heel mooi weergegeven. Deze tekening van Hooiberg uit om en nabij 1816 zie je eigenlijk hoe belangrijk het water van de oude gracht was in de stad. Hier is iemand water aan het halen, water om het schoon te maken. Aan de overkant zie je iemand de was doen. Dat werd ook aan de oude gracht gedaan. En hier zie je een soort kooi liggen, een bun. Die werden in het water gedaan. Daar werd de zoetwatervis zo lang mogelijk levend gehouden voordat je hem aan de vismarkt, op de vismarkt verkocht, die hier boven aan de werf zit. Dus zo zie je eigenlijk dat het water van de oude gracht had heel veel verschillende functies in Utrecht. Het was echt een levensader in de stad. In
2020 zijn we begonnen met het maken van een programmaplan met de nieuwe aanpak van het wervengebied. Toen hebben we contact gezocht met heel veel keldereigenaren, waarvan een aantal zich in comité's verenigd hebben. En met die comité's en met een aantal anderen hebben we heel veel gesprekken gehad over wat wordt nou het nieuwe aanpak en wat wordt nou het beleid en het programmaplan. Wat ze doen is net alsof het niet om het geld gaat, maar dat met juridische en technische argumenten de verantwoordelijkheid te leggen bij de individuele keldereigenaar. Ja. Of vertragen of ergens anders de verantwoordelijkheid neerleggen. We zijn straks 2 jaar verder, 2 jaar onderzoeken, 2 jaar ontzettend veel geld uitgegeven. Er is nog niet 1 probleem opgelost. Ja. Nou ja, uiteindelijk worden alleen de juristen en de onderzoeksbureaus er beter van. Ja. En niet de kelders. Nee, het wordt juridisch dichtgetimmerd omdat ze het economisch niet halen. Dat is eigenlijk mijn idee. Ja. Het comité is opgericht aan het eind van 2019. Ik ben erin gevraagd door de gemeente naar aanleiding van gesprekken over het wegdek. En zo zijn we met een man of 4, 5 zijn we daar op het gemeentehuis geweest. Maar eigenlijk werd dat overleg ook weer heel snel gestopt. Daar zat in eerste instantie ook iemand in voor. En die was van de gemeente. Maar... Degene die daar toen verantwoordelijk voor was, die was tijdelijk aangenomen, die verdween weer. Nou, die samenwerking die verliep erg stroef. Dus wij zijn toen al eigenlijk na 1 keer als zelfstandig comité verder gegaan. Dus een hele hoop van de schades die zijn in de loop van de jaren ontstaan door nalatig beleid van de gemeente, of eigenlijk geen beleid. En een van de grote oorzaken is natuurlijk het zware verkeer. Dat zware verkeer heeft scheuren veroorzaakt, lekkages. Daar komt nog bij dat de afwatering, ook een verantwoordelijkheid voor de gemeente, erg slecht is. En de gemeente wil in principe natuurlijk toch het liefst die schades afwentelen op de individuele keldereigenaren. Zelf zo min mogelijk daarin bijdragen. En de commissie van Wijzen heeft eigenlijk als belangrijkste aanbeveling aan de gemeente gegeven het omkeren van de bewijslast. Dus de schade die geconstateerd wordt, is niet, dat moet dan... Hetzelfde als in Groningen eigenlijk niet meer. Is het de individuele eigenaar die moet aantonen dat de gemeente het heeft gedaan. Maar de gemeente zou moeten aantonen dat zij niet verantwoordelijk is. Ja, dat gaat weer oneindig lang duren. Gaat oneindig lang duren. En dan moet de eigenaar dus uiteindelijk ook, want daar draait het toch op uit, zelf aantonen dat de schade door de gemeente is veroorzaakt. Ja. Dus dat worden individuele gangen naar de rechter. Naar de rechter, ja. Ja, en dat is wat we juist helemaal niet wilden. Nee. Ik dacht altijd dat de gemeente er was voor de burgers. Maar af en toe krijg ik het idee dat dat niet helemaal zo is. Ja, wij zijn boos. Dat kan je gerust stellen. En we zijn ook bezig om een vereniging op te zetten samen met een aantal andere vertegenwoordigers van andere grachten. Om gezamenlijk informatie te kunnen delen. Maar ook om een betere en volwaardigere gesprekspartner te kunnen zijn voor de gemeente. Nou, we zijn met een aantal keldereigenaren in gesprek die gewoon heel boos zijn over de schade die ontstaan is. Ook boos zijn over de manier waarop de gemeente daarop gereageerd heeft. En eerlijk gezegd snap ik dat wel. Ik ben 2 jaar geleden gestart en we hebben toen heel veel mensen gesproken, gekeken wat er nou speelde. En mensen stonden aardig in de kou. Het verhaal was, ja jongens, die kelders zijn niet bedoeld om in te wonen. En ja dat die stuk gaan, dat is jouw probleem. En wat dat betreft, door het programmaplan wat vastgesteld is in 2021 door de gemeenteraad, is daar wel een koerswijziging gekomen waarin de gemeente ook zich wel verantwoordelijk voelt, zorgplicht heeft voor het behoud van het gebied. Ook verantwoordelijkheid neemt voor schade die ontstaan is. De gemeente heeft ook aangegeven zelf de schade te willen betalen, veroorzaakt door vrachtverkeer, door bomen en door slecht onderhoud.
Tegelijkertijd zijn er heel veel andere oorzaken van schade. Ook gewoon omdat het gewoon heel oud is en door het gebruik. En uiteindelijk wil de gemeente ook niet gemeenschapsgeld betalen voor het onderhoud van particuliere eigendommen. Als die schade ook niet door de gemeente ontstaan is. We staan hier tegenover het oude Tivoli. Hier aan de overkant staan een drietal platanen van ruim 100 jaar oud. En deze platanen die zijn gespaard. Dus het wil zeggen, daar is niks aan de walkant gedaan. Hier staat nog de oude walkant, staat hier nog. En verderop zie je de nieuwe walkant. Dat hebben we gedaan omdat, nou ja, goed, als je hier gaat graven, dan ga je zoveel wortels beschadigen. En nou ja, het zijn natuurlijk hele grote bomen met hele grote kronen. Dus hier is afgesproken dat er teruggekomen wordt als deze bomen uiteindelijk een keer gaan afsterven. Om dat stukje walkant aan te pakken en om daar weer een nieuwe constructie in te maken. Want het is natuurlijk, ja, beeldbepalend. Hier staan zo al 5, 6 platanen bij elkaar op een klein stukje werf. Nou, het kost ongeveer een 100.000 euro om die walkant weer aan te pakken. Maar ja, goed. Zulke bomen als je die moet vervangen, die zijn ook onbetaalbaar. Dus wat dat betreft is gewoon een hele goede keus. Het geeft heel veel koeling, hè, deze bomen. En platanen hebben haren, fijne haartjes. Deze bomen vangen heel veel fijnstof op. En het mooie is, als dan dat blad vol, onderkant vol zit, die haren met fijnstof. En het gaat regenen, spoelt dat er weer af. En dan gaat hij weer opnieuw filteren. Dus dat zijn hele grote filteraars. Filteraars, koelen. Ze hebben een mooie monumentale uitstraling. Wat ben je nou meer? We zijn hier in het Werftheater. En dat Werftheater is allereerst een superleuke plek om een voorstelling te bezoeken. Maar het is ook een bijzondere plek omdat deze kelder nog een verbinding heeft met de tuin hierachter. En dat betekent dus dat hier ventilatie geen enkel probleem is, in tegenstelling tot heel veel andere kelders waar dat wel het geval is. De kleedkamer. Mooi toch? Kijk, zo loop je dus vanuit de kelder de tuin in. En die kelder is hartstikke lang, hè? 40 meter hebben we het dan over. Lang niet alle werfkelders en kelders die hebben zo'n tuin hierachter. Terwijl het hartstikke handig is voor de ventilatie. En het is ook nog een nooduitgang. Ja, we zijn op het moment een waterstoep aan het metselen in het werk. Dat is een waterstoep die er vroeger ook zat. Vroeger natuurlijk gebruikt als boenstoep, hè, om de was te doen. Dat je dichter bij het water kon. En vanwege het historische element wordt hij ook weer teruggeplaatst. Metselwerk wat in de bestaande situatie aanwezig is, dat maken we na. Dus we krijgen wel een nieuwe steen, maar die is exact nagemaakt op basis van de bestaande steen. En die worden allemaal met de hand gemaakt. Deze steen gaat door onder de noemer Utrechts plat. De werven met de kelders is eigenlijk één groot havensysteem waar ontzettend goed over na is gedacht. Wat wel particulier eigendom is. Dus het heeft een ontwikkeling gehad, niet zoals je nu een haven aanlegt, dat je in één keer gewoon een heel groot stuk ontwikkelt. Dit is dus door particulier eigendom ontwikkeld. Dat zie je terug in al die verschillende frontjes van die kelders. Dat zie je ook terug in de bestrating. Vroeger had niet iedereen bestrating, maar de ene wel en de andere niet. De ene had een kraantje erop, de andere had een schuttingje, de volgende had een schuurtje. Het eerste stukje bij het water moest vrij blijven, want schepen werden gejaagd, hè, dus voortrekken met een touw. Dus dat moest kunnen. Hier moesten de mensen langskomen die een schip voortrokken. Dus dat hele havensysteem, het grootste deel zie je eigenlijk niet. Dat waren natuurlijk de opslagkelders. Die zitten hier achter, soms tientallen meters diep. En dit hele havensysteem moest op een of andere manier ook onderhouden worden. Hoe doe je dat? Particulieren. Nou, daar waren ze in de middeleeuwen heel slim mee. Ze spraken elkaar erop aan als je niet meedeed als buur. Maar de stad had ook duidelijke regels. De werven moesten 1 of 2 keer per jaar opgeruimd en netjes en schoongemaakt. Afvoer van vuil, dat werd ook allemaal gereguleerd.
En, dat is een hele slimme, elke eigenaar was verantwoordelijk voor het water tot aan de helft van de gracht. Daar liep de kadastrale grens toe door. En dat betekende dus dat je als stad een stuk minder geld kwijt was aan het openhouden en leegbaggeren van je haven. En als dat namelijk te vol is, dan heb je een groot probleem. Dan gaat de scheepvaart niet meer goed. Maar door iedereen een verantwoordelijkheid te geven, onderhield je dat systeem tegen redelijke kosten. Nou, dat alles bij elkaar maakt dat dit een wonderlijk systeem is, waarbij het ook nog zo is dat de bruggen actief meededen. Hier laden en losten je spullen. We zitten nu op het deel van de graanmarkt bijvoorbeeld. Maar op de bruggen, die zijn expres zo breed in Utrecht, daar stonden ook nog marktkramen, hoorden gewoon bij het systeem. Je loste hier en je verkocht een deel van je spullen gelijk op de brug. Gewoon een heel slim systeem. We staan nu bij de Muntkelder, bij de Viebrug. En daar staan dus 9 bomen op. En van de 9 worden er 7 geveld. Omdat er allemaal kwetsbare wortels zitten. Zachte wortels, te dicht op de kademuur. Niet verplantbaar is onderzocht vanwege de beworteling. Beleid is ook. Zo'n boom moet zo lang mogelijk blijven staan, maar wel veilig. Die wortels zitten al een beetje onder de muur. Dus als je hier gaat graven, kijk, die boom die hangt zo met zijn wortels daar. Als je daar een verkeerde beweging aan de achterkant van die boom maakt, ja, dan is die instabiel en dan valt die zo naar voren. En je kan je ook voorstellen van als je daar aan het werk bent, bij die kadermuren, en er gebeurt zoiets, nou ja, dan is het leven natuurlijk niet te overzien. En daarom is dit ook één van de bomen die ook verwijderd moet worden. Deze bomen hebben geen waterwortels, die schieten tussen de werven in. En ik denk als je het gaat aanpakken en toch de mogelijkheid hebt om dan weg te halen, plaats nieuwe bomen die beter geschikt zijn, die kleiner blijven op de gracht. Want dit gaat nog doorgroeien en we hebben geen idee wat voor ellende dat nog in de toekomst natuurlijk gaat geven. 2 bomen blijven hierover op de werf, bij het pannenkoekenhuis. En nou, er wordt gewoon ondergronds gekeken van hoeveel ruimte is er. En dan wordt daar, als het mogelijk is, hè, nou, dan worden gewoon weer bomen teruggezet. Want ja, die bomen die hebben natuurlijk een mooie uitstraling. En het is natuurlijk ook voor het toerisme en zo. En als mensen langskomen op de boot, is dat natuurlijk een uniek gezicht. En ja, zo'n muur ook wel. Maar ja, groen is natuurlijk dat is het allermooiste. Zoek een goede avond uit, loop de gracht. Op dit moment worden daar een aantal bomen geveld. Het worden er 7. En het allemaal in het kader van vernieuwen van de walmuur. Leg dan je handen. De haven wordt minder gebruikt, raakt in verval. Hier heeft de oudste steen gelijk. Er zijn ook zogenaamde spookkelders. En van die kelders, ja, weten we eigenlijk nog steeds niet wat daar nou in zit. Super spannend.